Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals elke maand doe ik een favoriete video. En het is alweer november, dus het is tijd om de favoriete producten van oktober te laten zien. Ik heb alles verzameld in dit mandje. En ik ga jullie gewoon laten zien welke producten ik gewoon heel erg fijn vond van de maand oktober. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten, kijk dan zeker even gezellig mee met deze video. Ik begin even met dit doekje. En dit is een make-up remover. Dit is het doekje van de Action. Ik heb ook het pakketje nog even hier liggen. Die zit in zo'n kokertje. En dit is een doek van de make-up eraser. Alleen dit is een veel goedkopere versie. Je hebt gewoon zo'n doekje. En je hebt hier aan de achterkant heb je twee vakjes. Daar kun je dus met je vingers zo in. Dat kun je ook aan de andere kant heel gemakkelijk doen. En dan kun je eigenlijk deze gewoon nat maken. Hoeft alleen maar met lauw warm water. En dan kun je je gezicht ermee reinigen. En daarna kun je hem gewoon wassen. Ik zie dat hij voor mij niet helemaal schoon is geworden. Dus je moet even nog een keer gewassen worden. Maar dit werkt echt heel goed. Want je hebt dus eigenlijk geen afhaalproducten meer nodig. Dan alleen dit doekje en water. Voor mijn ogen vind ik het een beetje griezelig, omdat je huid onder de ogen gewoon best wel gevoelig is. Dus daar heb ik hem niet op gebruikt. Maar voor de rest van mijn gezicht is dit echt een hele fijne doek. En het is een heel low budget variant, want hij is gewoon van de Action. Dan heb ik dit Eye Contouring Brush setje. En deze is van Essence. En dit is een heel erg handig setje, want in dit setje heb je drie kwastjes. Ik zal ze er even uithalen. Allereerst heb je een angel brush. En hiermee kun je dus een eyelinertje zetten. Werkt echt heel fijn. Hij is heel erg zacht. Je kunt er best wel precies mee werken. Dat is die. Dan heb je een sponsapplicator. Ik ben zelf niet echt fan van sponsapplicators, maar hij voelt op zich prima. Ik heb deze dan ook niet gebruikt, omdat ik hier gewoon niet zo fijn mee kan werken. En dan heb je een crease brush. En ook dit is een heel lekker zacht kwastje die veel poeder opneemt, waar je echt prima mee kunt werken. Het leuke van dit setje is dat je ze dus in elkaar kunt klikken. En dan krijg je, oh wacht, nu doe ik het niet helemaal goed. Oh, maakt niet uit, hij kan hier bovenop ook. Dan heb je ze zo achter elkaar zitten. En dan zit er dus ook een dopje bij. Die klik je er als laatste op. En dan kun je hem zo opbergen. En heb je gewoon drie kwastjes in één die je zo mee kunt nemen. Super handig. En de kwastjes die werken eigenlijk ook nog prima. Dus hier heb ik niks op aan te merken. Dan heb ik de Liquid Gel Cushion Eyeliner van Catrice. En dat is dit potje. Volgens mij is die heel erg aan het spiegelen. Dit is dus zo'n cushion eyeliner. Dit is een eyeliner waarin een kussentje zit. Ik zal het je zo even laten zien. Die is doordrenkt met eyeliner. Hij heeft de naam 010 Black Sheep gekregen. En dat ziet er dan zo uit. Ik hoop dat hij scherp stelt. Je kunt hier dus gewoon met je kwastje in gaan dippen. En dan komt er dus eyeliner op. Werkt echt super goed. Want er komt niet ineens heel veel eyeliner uit. Hij is ook al gewoon heerlijk vloeibaar. Wat ik normaal met die potjes heb, die zijn toch iets minder vloeibaar. Dat is een wat stevigere eyeliner vaak. Dat is bij deze dus absoluut niet zo. Hij is direct vloeibaar, dus je kunt hem direct heel fijn aanbrengen. Ook omdat er niet een hele grote hoeveelheid uitkomt, kun je nauwkeurig werken. Dus kun je het heel netjes houden. Dat vind ik echt heel erg fijn. Dus deze is echt een favoriet van mij geworden. Dan heb ik deze mini kabuki brush en deze is ook van Essence. En dit is gewoon een kleine kabuki. Ik ga hem er even uithalen voor jullie, zodat jullie hem ook even duidelijk kunnen zien. Heeft een heel leuk patroontje. Volgens mij is dit nog wel uit de oude collectie, maar dat weet ik niet zeker.
hele zachte haartjes. Gewoon een heel fijn kwastje om bijvoorbeeld mee te nemen in je tas. Als je iemand bent die bijvoorbeeld make-up onderweg meeneemt, is dit gewoon een heel fijn formaatje die je er even bij kunt doen. Waarmee je toch wat kunt inblenden of het kunt aanbrengen. En hij is echt heel erg lekker zacht. En hij blendt echt wel heel goed in voor zo'n klein low-budget kwastje. Dus ja, hier ben ik zeker heel tevreden over. Ook over dit mini kabuki brusje van Essence. Dan heb ik 4 gel polish, gel nail polish nagellakjes van Max & More, die dus bij de Essence verkrijgbaar zijn. Allereerst heb ik de kleur Marina. Ik zal hem er even uithalen, zodat je ook weet hoe de potjes eruit zien. Misschien ken je ze zelf ook wel. Zulke kleine potjes, er zit ongeveer, hoeveel milliliter zit erin? Even kijken hoor. 5 milliliter, dus het is niet heel veel. Hier zit dus een gel nagellak in. Deze moet je drogen onder een lamp. Action had voorheen ook die lampen, maar op dit moment hebben ze die niet meer. Maar de lakjes verkopen ze nog wel. Wel aan te raden in combinatie met een base coat en een topcoat. De base coat heeft Action ook. De topcoat heb ik helaas nooit gevonden. Maar ik vind deze lakjes echt heel goed werken. Want ze blijven echt wel heel lang zitten. Ze beloven een week te blijven zitten. Dat red ik vaak niet helemaal. Maar dat ligt denk ik ook aan de conditie van je nagels. En hoeveel je je handen gebruikt. Maar echt, je hebt echt wel een aantal dagen hele mooie gelakte nagels zonder chips. En daar hou ik heel erg van. Dus ik heb dan deze, de marine kleur. Ik heb een zwarte kleur. Ook wel heel erg tof. Dan heb ik Dark Red. En de laatste, dat is Aubergine. En dit is een mooi paarsachtig kleurtje. Hele fijne lakjes. En ja, ze zijn volgens mij €1,50 per stuk. Super goedkoop. En ja, werkt prima. Dan heb ik een lumineus matte bronzing powder voor de lighter skin van Essence. Dit is de 01 Sunshine en dit is gewoon een bronzer. Zoals ik dus al zei, deze is voor de wat lichtere huid. Je hebt hem voor twee kleuren. Je hebt ook eentje voor de darker skin, geloof ik. En alleen het patroon in deze bronzer vind ik al super leuk. Je hebt twee kleurtjes, je kunt ze gecombineerd gebruiken, je kunt ze los gebruiken. Komt heel mooi pigment van af. Ik dacht even dat deze ook een kokosgeurtje had, maar ik ben in de war met een andere bronzer van Essence. Maar deze vind ik ook echt heel erg mooi. Hij is vrij subtiel ook, dus met meerdere laagjes krijg je natuurlijk automatisch een wat donkerder effect. Maar ik vind dit echt een hele mooie bronzer. En het doosje vind ik eigenlijk wel heel erg mooi, zo met die gouden letters erop. Dan heb ik de Flipstick Color Effect van Max Factor. Ik kocht deze overigens bij de Action. Maar hij is dus van Max Factor en dit is dus een lippenstift met twee kleuren aan beide kanten. En hiermee kun je dus combineren. Maar je kunt ze ook los van elkaar gebruiken. Je kunt er een soort ombre effect mee krijgen. Ja, je kunt er gewoon heel erg leuk mee spelen. Ze hebben echt heel veel pigment. Dit is de allereerste kleur. Ik hoop dat hij een beetje goed overkomt. Iets wat lichter. Ik vind het echt een heel mooi kleurtje ook. En de andere kant is dan wat donkerder. Die ziet er dan zo uit. En ja, hier kun je gewoon heel erg leuk bijzondere effecten mee creëren. Het is gewoon ook een beetje spelen met wat vind je mooi. Ik heb ze niet gecombineerd gebruikt. Ik heb ze los van elkaar gebruikt. Kan ook prima. Maar het zijn wel twee kleuren die heel goed bij elkaar matchen. En ik vind dit ook heel erg leuk bedacht. Nogmaals, ik kocht deze bij de Action. Want ik vermoed dat dit misschien ook al wel een oude collectie is van Max Factor. Maar ja, ik heb hier €1 geloof ik voor betaald. En ik vind het echt een heel erg leuk lippenstiftje. En ze hadden hem ook in verschillende kleuren. Dus ja, ik vind het een dikke aanrader. Dan heb ik van Essence de 2-in-1 eyeshadow en liner in waterproof. En dit is dus een stick waarmee je zowel lijntjes kunt trekken als hem als oogschaduw gebruiken. Ik heb de kleur 2 Peach Perfect. Echt een heel erg mooi kleurtje. Ik moet zeggen, hij ziet er voor mij niet meer uit. Want het dopje valt er steeds af. Ik moet hem gewoon eigenlijk even in de koeling leggen, zodat hij weer wat harder wordt. Je ziet nu heel duidelijk
dat hij best wel creamy is. Maar de kleur is echt super mooi. Je kunt hem gewoon omhoog draaien zo en naar beneden. Blijft echt wel heel goed zitten. Ik vond dat peach effect wat hij afgaf gewoon echt prachtig. Ja, een heel mooi kleurtje. Ook totaal een keer iets anders dan wat ik normaal heb aan oogschaduwkleuren. Ik vond dit wel echt een heel erg fijn product. En ja, ook leuk dat je met meerdere combinaties kunt gebruiken. Dus inderdaad gewoon dat je hem als liner kunt gebruiken, maar ook als oogschaduw. En ik vind hem als oogschaduw nog het fijnste. Dan heb ik twee cream eyeshadows van Catrice. En dit zijn de Liquid Metal Long Lasting Cream Eyeshadows. Ik heb hem dus in twee kleuren. Allereerst heb ik deze variant. En dit is de kleur 020 Champagne Shower. Deze sticks, werken gewoon met een lipgloss applicatortje. En die breng je dan gewoon uit aan op je oogleden. En daarna kun je hem nog een beetje zelf uitwrijven of uitsmeren. Het ligt er net aan hoe je hem wilt hebben, zeg maar. Er komt best wel veel pigment vanaf. Dus misschien vind je hem dan wel te gepigmenteerd. Kun je hem een beetje uitsmeren. Normaal heb ik eigenlijk nooit zo hele goede ervaringen met dit soort producten. Omdat ik gevoelige ogen heb. Of oogleden moet ik zeggen. En bij mij bijt dat dus heel erg snel. Maar bij deze had ik daar dus totaal geen last van. En ja, ik vind de kleuren echt heel erg mooi. Omdat er gewoon voldoende pigment in zit. Hij is ook nog niet uitgedroogd. Dat vind ik ook wel een heel fijn dingetje. Dus super fijn. Dus dat is de 20 Champagne Shower. En dan heb ik ook nog de kleur 030 Daily Dose of Rose. Dat is deze kleur. Ik zal deze ook even op de applicator laten zien. Want ik denk dat dat toch iets beter in beeld komt dan de kleur zo in de huls. Oh. Die ziet er zo uit. Precies hetzelfde. Veel pigment. Brengt heel prettig aan. Het geldt gewoon voor allebei deze varianten. Lekker pigmentvol en echt heel erg mooi. En je ogen geven er wel echt een soort van uitstraling van. Je ziet wel echt, het spreekt ineens heel erg. En dat kan je soms met bijvoorbeeld een poeder oogschaduw minder hebben. En dat hebben deze dan weer wel heel erg. Dus dit vind ik echt twee hele fijne oogschaduwsticks. Dan heb ik nog een product van Essence. En dat is de 2-in-1 Lash & Brow Comb. Dit is dus een borsteltje met een spoelie in één. Dit is dan de spoelie. En aan de andere kant heb je dus een kammetje waarmee je dus je wimpers kunt doorkammen. Ik ben daar persoonlijk niet zo fan van, dus deze kant heb ik niet gebruikt. De spoelie wel en die beviel eigenlijk best wel goed. Je kunt er gewoon prima je wenkbrauwen mee doorkammen. En ik denk ook vooral dat dit wel hele fijne producten zijn voor als je misschien niet zo heel veel budget hebt. Je bent misschien nog wat jonger en je hebt nog niet echt heel veel ervaring bijvoorbeeld met make-up. Of je wilt er net mee beginnen. Zijn dit gewoon hele fijne producten om mee te starten. Ook de tools dus. Want ze zijn op zich gewoon prima. En juist is het dan fijn om met dit soort low budget producten te beginnen. Ze zijn gewoon best wel goedkoop. En het werkt zeker. Ik denk wel dat als je op den duur bijvoorbeeld duurdere kwasten gewend bent, dat je denkt, oké, dan vind ik dit niks. Maar ik vond zelfs deze eigenlijk ook nog wel heel erg fijn. En ik sta versteld dat dit product eigenlijk zo goed werkt voor zo'n klein prijsje. Dan een oogschaduwpalette van W7 en dat is het Moody Mask Purple Passion Shades Eye Color Palette. Dat is dit palette. Dit is een wat kleiner palette. Hier zitten 7 kleurtjes in die allemaal paars tinten hebben. Het is een wat smaller paletje. Heel mooi, heel gepigmenteerd. Er zit geen applicator bij deze keer.
wel weer dat leuke effect wat W7 altijd doet in zijn paletten. Heel erg leuk paletje met veel pigment en waar je echt wel hele leuke looks mee kunt creëren. Dus ik vind het echt een heel fijn, mooi paletje. Dan ben ik alweer aangekomen bij de twee laatste producten van deze favoriete video. Dat zijn deze twee Glow en Highlights paletten. Ik zal beginnen even met de roze. Je hebt hem dus in twee kleuren. Ik heb ze dus ook allebei. Even het doosje openmaken. Deze highlighters die komen van de Action. Volgens mij kosten ze €2,50. En zijn echt heel erg mooi. Ze hebben ook naam gekregen. Ik zal ze even opnoemen. Ik zal eerst de kleuren even van dichtbij laten zien. Ze zijn echt super glowy. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik niet weet of ik elke kleur zal gebruiken. Deze die is bijvoorbeeld roze, maar mondt echt uit in paars. Deze kleur heeft de naam Angel White gekregen. Suicide. Gentle Peony. Als ik het goed zeg. Die naam vind ik altijd een beetje lastig. Dan is dit Pale Marble. Deze heeft de naam Soft Scent gekregen. En deze, dat is Lush Terra. Echt heel erg veel pigment hebben deze highlighters. Je gaat er echt heel erg van glimmen. Je krijgt echt een glimmend gezicht. Mensen die, ik had hem op en mensen zeiden, oh, wat heb je op? En ja, die vonden het echt wel heel erg mooi staan. Dus daar kreeg ik heel veel complimenten over. Dus dat is de roze versie. Nou ja, dan heb ik deze blauwe versie natuurlijk. Ik moet zeggen dat de doosjes ook vrij stevig zijn voor producten van de Action. Ze worden dus steeds beter. Dat zijn deze kleuren, ook heel erg mooi. Dit is de kleur Angel White ook. Dit is Subtil Tundra, als ik het goed zeg. Purple Shadow. Dan is dit Pale Marble. Peaceful Calm. En de laatste die heet Mild Marble. Echt ook heel veel pigmenten in. Ook bij deze weet ik niet of ik elke kleur zou gebruiken. Omdat ja, blauwe highlighter is misschien niet bij alles. Maar soms is het ook wel leuk wat anders. Maar zo'n glimmend effect. Dat heb ik eigenlijk bij heel weinig highlighters nog maar gezien. En dan denk ik, ja, dan komt Action met twee van zulke paletjes. En die zijn gewoon zo mooi glimmend dat ik denk, ja, hoe dan? Voor €2,50 dat je echt een wauw effect krijgt. Misschien zijn dit ook nog wel mijn favorietste van de favorieten. Want ik was hier zo enthousiast over dat er zoveel pigment afkwam dat ik dacht, wauw. Dan waren dit alweer mijn favoriete producten van oktober. Het viel deze keer wel mee. Het waren niet super veel producten. Ik ben er ook wat sneller doorheen gegaan. Omdat soms mijn favoriete video's best wel lang duren. En ik dacht, ja, genoeg is ook genoeg. Weet je, als ik voldoende heb verteld over een artikel of over een product, is het gewoon oké. Okay. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie misschien ook de producten hebben getest die ik heb laten zien in deze video. En of jullie daar ook enthousiast over waren of totaal niet. Laat het zeker weten in de comments. Vind ik altijd wel leuk om te lezen. Want ja, hè, meningen verschillen. Ik kan een product heel fijn vinden terwijl een ander denkt, nou, vind ik helemaal niks. Ik wil je voor nu gewoon weer heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Doe zeker even een duimpje omhoog. Als je nieuw bent op mijn kanaal en je wilt geen enkele video van mij missen, kun je je gratis abonneren. En ja, dan zie ik je gewoon weer heel snel bij een volgende video. Doeg!